Onder Verkouteren leert het grote publiek de fantastische jeugdwerking van KRC Genk kennen. Niet alleen Vossen, De Bruyne of Courtois hebben op deze velden getraind, ook De Voer, Bailly, Daarde of Pocognoli werden in Genk gevormd. Hier zetten ze de stap van de jeugd naar de A-ploeg. Genk heeft heel veel te danken aan de jeugdopleiding. Als je de accommodatie ziet aan de overkant, dat is natuurlijk fantastisch. Als je ziet wat er op heeft geleverd, dat is fantastisch. Het opleiden van de jeugd en ze kansen geven, dat zit in het DNA van onze club. Dus iedereen die hier rondloopt, is er automatisch van doordrongen dat dat moet gebeuren. De aandacht voor de jeugd komt er al vrij vroeg in de geschiedenis van de club. Erik, de jeugdwerking, allemaal dankzij Jos Vaassen. In mijn periode al, heeft hij met zijn persoonlijke middelen de geld ingestopt in die gebouwen daar van de jeugd. Hè. Want dat is eigenlijk dankzij Jos dat de jeugd heel belangrijk in deze club is geworden. Dat de jeugd eigenlijk geïntegreerd is geraakt in onze werking en die visie gekomen is dat jeugdspelers in hun eigen club kansen moeten krijgen. En nooit een papier moeten tekenen met geld terug, dat men eventueel nooit moeten terug hebben. De jeugdinfrastructuur op Winterslag toen, die was zo schandalig. Slecht, dat was beneden alle niveau, dat was slechts slecht, te slecht voor een provinciaal niveau, dat ik me eigenlijk schaam om een voorzitter te zijn van een club met zo'n jeugdinfrastructuur. En de investeringen werpen hun vruchten af, want de Genkse jeugdwerking heeft intussen een stevige reputatie opgebouwd. Door ons haar op zeggen dat we de beste in België zijn qua jeugdopleiding. Als je dan ziet dat er jongens doorstromen A-kern, als je dan ziet dat er jongens verkocht worden voor een groot kapitaal, ja, dat geeft op bepaalde voldoening. Ik denk dat het altijd prima was, dat de begeleiding altijd goed was, ook qua school. Daar hebben ze nu nog in verbeterd, denk ik, maar altijd alles goed opgevolgd. Je moest goede resultaten halen op school om te mogen blijven spelen. Omdat ze dat niet was, dan gingen ze sowieso met u praten. Ja, ik ben me eigenlijk echt op mijn gemak beginnen voelen toen ik bij mijn laatste gastgezin ben gekomen. Er waren mensen die heel goed voor mij hebben gezorgd, waar een beetje ook dezelfde humor waren, heel speels en zo. En vanaf dat moment is het eigenlijk super gegaan op alle gebieden. Die grote droom is ja, om bij Genk profvoetballer te worden, om bij Genk door te breken. En daar moest in die tijd alles voor wijken en ja, dan ben ik wel heel blij dat het uiteindelijk ook gelukt is.